Lieve mensen, welkom in Te gek dat je luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, fijn dat je weer luistert en voor de mensen die voor het eerst inschakelen, welkom. In deze 17e aflevering spreek ik 30 minuten met de getalenteerde fotografe Naomi van der Kraan. Naomi is naast bruidsfotograaf ook boudoirfotograaf en dat de laatste boudoirfotografie, dat is het onderwerp van deze aflevering. Naomi wil vrouwen fotograferen zoals ze zijn. De kracht, sensibiliteit en kwetsbaarheid die ze uitstralen, het mag er allemaal zijn. Foto's die laten zien hoe ze nu in het leven staan, vastgelegd op een pure en kunstzinnige wijze, maar vooral zonder opsmuk en puha. Na deze aflevering weet jij wat er allemaal bij boudoirfotografie komt kijken, dus laten we beginnen. Nee, dat is hij. We hebben hem gevonden. Ja, heel goed. Maar jouw dorp stond. Papendrecht is jouw ja, dorp. Ja. Oké, okay. ja. wonen er echt zo weinig mensen? Of is het. Uh, <laughs> of is het, noem jij het gewoon een dorp? Nee, het is, het is een dorp. Het echt? is echt een dorp. Ja, geen stadsrechten. Een... Nee, geen stadsrechten. Oké, okay, oké. Okay. Nou, luisteraars hebben in de eerste minuut al wat geleerd. Dat, uh... Over, Papendrecht. <laughs> Over Papendrecht. Het is wel vrij groot, maar het is echt een dorp. Ja, precies. Nou, ja. maar even goed. Nee, maar onwijs leuk dat je er bent. En. Ja. Uh, uh, nou ja, voor de oplettende luisteraar. Uh, Naomi is hier natuurlijk niet uh, uh, voor het eerst. Want we hebben al uh, aflevering 2 uh, van de podcast ja. de aflevering. Dat was, dat was met jou. Ja. Over hoe, het, uh, hoe, hoe fotografeer je mensen. Ja, klopt. Het is wel een professionelere setting dan de vorige ja, keer. Ja, ja, dat was ook echt nog een probeersel. En we zaten nog echt midden in corona. Dus ja, we hebben die waar, ja. digitaal gedaan toen. Ja. Ja. Uh, volgens mij had jij uh, uh, iPhone uh, oortjes. <lacht> <lacht> Kwal kwaliteit was niet fantastisch. Maar uh, de informatie die erin uh, zat, uh, was er niet minder om. Uh, maar nu ben je hier bij mij uh, ja. uh, uh, in de studio. Je moet. Uh, of de studio, dat klinkt wel heel professioneel gelijk. Ja, ja zo ziet het uh, er ook uit. Ja, hè? ja. ja. Nee, ja uh, je moet straks wel nog even voor je weggaan. Je moet niks trouwens, maar als je zou willen, moet je natuurlijk wel even mijn uh, benen ja, tekenen. Ja, 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 dat wil ik ook ik, doen. Uh, ja. ik, dat geeft mij een mooi bruggetje om te vertellen <laughs> dat ik uh, mijn Achillespees gescheurd heb en dat ik in het gips zit. Wou um, ik even kwijt voor de mensen die namelijk via de video kijken, die zien mij hier in een soort van trainingsbroek zitten. Het <laughs> ziet er niet uit, maar uh, nou ja, als luisteraar heb je, daar, heb je daar geen last van. Hey, uh, we gaan beginnen, maar ik vind het uh, toch. Ook al uh, hebben we je in de aflevering 2 uh, gesproken, vind ik het toch even leuk om nog um, heel even te kijken wie jij nou bent. Ja. En, uh, en dan heb ik in de vorige uh, aflevering met Amanda heb ik een klein onderdeeltje aan het format toegevoegd. Namelijk in drie vragen eens kijken wie jij bent. Of nou ja, een beetje dilemma's. Zullen we maar gelijk met die dilemma's beginnen dan? Ja, kom maar door. Um, want vandaag gaan we het hebben over boudoirfotografie. Ja. Uh, maar het eerste dilemma is: want ik weet dat jij namelijk ook bruiloften fotografeert. Bruiloften of boudoir? Ja, dat vind ik echt een heel irritant dilemma. Want <laughs> <laughs> die krijg ik natuurlijk heel vaak, omdat ik echt die twee dingen naast elkaar doe. En um, ik denk uiteindelijk: ik vind bruiloften heel leuk om te doen. Ja. dus dat doe ik vooral omdat ik het heel als ik zou moeten kiezen hè, dus dat, dat moet, is natuurlijk je moet, je moet ik moet kiezen dan kies ik voor boetwaar <laughs> Oké. Okay. Ja, omdat ik merk dat ik daar uh, uh, voor mijn gevoel nog meer toevoeg zeg maar ja. als mens aan de maatschappij uh, maar tijdelijk vind ik oprecht heel erg leuk om te doen en dat is misschien ook um, misschien uh, nog diepere connectie uh, met boudoir. Ja. dat je ja. dan uh, want het is natuurlijk nog intiemer gaan we het straks allemaal nog verder over hebben. Oké, okay, maar dus uh, uh, als je boudoir. echt moet moet kiezen, Ja. Oké, okay. oké, okay. hebben we die uh, staan. Um, dat is één punt. <laughs> nee joh. Gaat je. Je mag nog door. Je gaat nog door. Um, ik heb die, deze bij mannen ook gedaan, maar hij is bij jou ook wel van toepassing. Uh, Zwart-wit of kleur? Ja, dat is een. Uh, uh, ja, dat is ook een goede vraag. Een goede, dank je een goede wel. dilemma's. Ja, man, dank man. je wel. Um, ik denk. Uh, oh shit, ik moet natuurlijk kiezen. Ja, ja, ja. Uh, daar had ik niet over nagedacht. Um, dan ga ik toch voor zwart-wit. Als ik moet kiezen, dan ga ik voor zwart-wit. En waarom? Uh, omdat ik voor mijn gevoel vang vangt je in zwart-wit beelden meer emotie omdat okay. kleuren niet afwijken, een ja. stukje afleiding. Uh, ja, kleuren kunnen vaak een afleiding geven. En uh, het geeft een bepaalde nostalgie. Aan een foto, omdat we zwart-wit beelden kennen we al heel lang, zeg maar. Het bestaat ja. gewoon al langer. Ja. Um, ja, en ik vind het artistiek gewoon vaak mooier. Maar ik ja. moet heel eerlijk zeggen, ik heb heel lang. Ge stopt met, nou ja, elke fotograaf denk ik... met editing en ja. color grading. En... Kleur is gewoon uh, ook heel moeilijk. En Kleur, kleur is best moeilijk. Ja. En ik, ik moet wel zeggen dat ik nu op een punt ben in mijn fotografie... dat ik heel blij ben met nee. de kleuren. Dus uh, daarom is het nu wel een lastig dilemma. <laughs> dus met, denk ik ik met heb schartjes. hem eindelijk. <laughs> <laughs> je was erbij bijna. En dan, ja, dan moet ze... ik weer kiezen. <laughs> moet je weer kiezen, sorry. Ik zal, uh, ik zal snel doorgaan <laughs> naar de derde vraag. Derde vraag. Uh, live view... Of door de zoeker fotograferen. Dus even live view. Dat is vanaf de, hè, de achterkant van je achterkant beeldscherm. Van uh, weet jij wel? Maar voor de luisteraar die dat misschien niet weet. Uh, live view of door de zoeker. Um, live view vaak. Okay. Kies ik in ieder geval. Als ik zou moeten kiezen, zou ik voor live view gaan. En dat is dat echt heeft... iets van nu natuurlijk. Waarom ja. is dat dan? Nou, um, ik ben om die reden eigenlijk overgestapt van uh, Nikon naar Sony een paar jaar geleden. Okay. Uh, mijn Rechteroog is heel slecht. Ik heb een lui oog, dus dit is ah. gewoon heel slecht. Oh, is dat het? Ik zat en, al te kijken. Um, <laughs> als, ik dus, als ik dus door de zoeker kijk, dan heb ik de camera zo. Oh, sorry, ik moet wel in de microfoon praten. Maar dan heb ik de camera voor mijn gezicht. Ah. Omdat ik met links in de camera moet kijken. Ja, ja, ja. Uh, terwijl als ik met live view fotografeer. Kan je hem houden? Ja, en dan kan ik contact yes. houden met de mensen die ik ah. op de foto zet. Dus, want jij hebt dus inderdaad. Ja, we hebben natuurlijk allemaal een voorkeur oog als ja. je door de zoeker fotografeert. Klopt. Um, ja. Ik en het, als je dat met rechts kan doen, dan kan je met links nog langs de camera kijken. Ja, maar dat, dat is ideaal. Maar kan ik dus niet. Nee, ik kan dat ook niet. Ik doe, moet ik even Ja, ik doe, ik heb ook links. Dus ja. je, wordt, je ziet niks meer. Nee. Tenminste, met één oog. Je, je verliest het contact met, met wat echt om je heen gebeurt, ah, zeg maar. Dus, dus voor jou, dus jou was live view echt een uh, goede ja. toevoeging aan de camera, ja. zullen we zeggen. Ja, zeker. Oké, okay. goed. Nou. Hebben we die drie uh, hebben gehad, dan uh, kunnen we gaan lunchen. Lekker, zo hè eindelijk. Ja precies, het is half twee, we moeten wel wat eten. Nee, we gaan, uh, we gaan lekker door. Want uh, we gaan het natuurlijk hebben over boudoirfotografie. Dat is het onderwerp van deze aflevering. Ja. Um, ik moet even kijken, want ik heb ergens uh, natuurlijk die wekker, maar ik, nee, ik weet even niet meer welke knop dat nou is. Um, weet je wat ik gewoon doe? Ik doe gewoon uh, achteraf en begin Doe gewoon net alsof nu de wekker begint. Oh ja, heel goed. Ja. ja. Oké, okay, ja, top. Dan is hij nu dus begonnen en, <laughs> en dan gaan we, gaan we starten uh, met de eerste vraag die ik voor jou heb. Uh, Hou je wel namelijk... de tijd bij dan? Oh ja, dan moet ik even kijken natuurlijk. Ja, dat gaat helemaal goed. We zijn okay. al best wel lang bezig. Nou, we gaan beginnen. Wat is boudoirfotografie voor jou? Um, boudoirfotografie is voor mij. Uh... Vrouwen vast, voornamelijk vrouwen vastleggen uh, op, een, op de meest pure manier. En dat kan naakt zijn of in lingerie. Uh, en daarmee op een kunstzinnige manier vrouwen echt vastleggen zoals ze zijn. Zonder alle poeha van kleding en dat soort dingen. Lingerie vind ik dus ook niet heel belangrijk. Dat is niet met alle boudoir graven zo. Maar ja. voor mij is het best wel van ondergeschikt belang. Um, omdat het mij vooral gaat om het vastleggen van de vrouw uh, zoals ze is. Dus in ja. al haar kracht, sensualiteit, kwetsbaarheid... Uh, op dit moment in haar leven, zeg maar. Ja, ja, ja precies. Dus dat is... Um, want we hadden namelijk natuurlijk... Uh, voordat we uh, dit gesprek zijn begonnen... hadden we het er inderdaad al over van... oké, okay, wat is dan boudoirfotografie? En er zit heel veel verschillende... Ja. Er is er heel veel. Ja. Um, maar voor jou is het dus inderdaad dat artistiek... Hey, als ik naar jouw werken ook kijk... Uh, dat is ook meer met een artistiek randje. Ja. Uh, we hadden het net al even over zwart-wit, um, les is more, weet je, wel, gewoon meer ja, spannende beelden dan pas. Dit is hem. Ja, ik ben um, begonnen destijds. Ik ben in 2015 begonnen met boudoirfotografie. Eigenlijk benoem je de reden al een beetje. De boudoirfotografie kwam toen een beetje vanuit Amerika over naar Nederland. En het was heel vaak heel plat, heel ja, erg gericht ja, ja, op lingerie. Woord, ja. Ja. Met hoge hakken in bed liggen. Ja heel erg to the uh, point of van ja. ja nee het is een beetje what you see is what you get ja, zeg maar met hooghakken bed liggen inderdaad dat ik denk, ja nou, die snap die heb ik die nooit heel erg begrepen nog, ja. nee. um, en uh, ik uh, had toen een tijd, want ik had mijn baan opgezegd en het was in de winter. En ik dacht, ik, dat, dit, dit kan toch anders? Ja. Een beetje dat, dit kan toch anders, mensen? Dit doet geen Ja, dat, geen dat recht. is waarom jij ermee begonnen bent. Ja, ja. ja dit is ja, de reden kwam waarom. Kom je ik... dan dingen tegen of zo ergens? Of zo? Ik zag ging dat, ging dat het kwam, zeg maar, dat het een beetje naar Nederland toe kwam. En ja. ik zag dat het steeds meer voorbij komen. En ik dacht echt, oh, dit is. Ik, ik vond het bijna vrouwonterend, omdat je echt ja, ja. maar één klein aspect van de vrouw vastlegt op die manier. En dat willen misschien vrouwen ook wel. Hè? Er zijn genoeg vrouwen die dat wel op die ja, manier ja. willen. Prima. Ja. Uh, maar voor mijn gevoel deed het geen recht aan de vrouwen. En ook niet aan het vrouwenlichaam. Nee, nee. nee want het komt dan. Uh, ik, ik snap heel goed wat je zegt. Het voelt dan uh, bijna alsof het. Uh, we hadden het er net over. Van nou, ik ben natuurlijk een man, jij bent een vrouw. En meestal boudoirfotografie, daar gaan we straks nog over hebben. Maar meestal zijn dat natuurlijk vrouwen die dat uh, dan willen. Er ja. zijn allemaal redenen voor. Maar um, als man, ik heb als man, uh, mannelijke fotograaf ook wel uh, shoots gedaan. En dat, dat, dat voelt dan toch op de een of andere manier ongemakkelijker. Um, nou ja, omdat hè, man, vrouw... Mm -hmm. uh, nou ja, zeker in het licht van uh, de afgelopen jaren. Ja. Natuurlijk met allerlei MeToo en dat soort dingen. Um, is dat een beetje een gevaarlijk dingetje. Maar... Uh, Vanuit een man komt misschien die platheid dan ook. Ja en nee. Ik denk, het is ook een... Als je googelt op boudoirfotografie, is dat ook gewoon wat boudoirfotografie ja. is, zeg maar. Maar zijn het dan... Dit is een vraag, hè, want ik ja. weet het niet zo goed. Ik, ik heb er ook geen verstand van. Maar um, is dat dan niet omdat mannen zijn begonnen met dit soort fotografie? Of is dat, is dat een brug te ver? Ik denk dat dat wel een brug te ver is. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dus maar goed, jij zag in ieder geval hoe dat vanuit Amerika ging. ja. En, en je dacht van dit, dit, uh -uh. dit, nee, <laughs> precies. Uh, nee, gewoon precies dat. Uh, ja. uh, het kan anders. En je voelt ja. natuurlijk al. Ja, ik voel het bruiloften. Ook al op een andere manier. Ja. Ook al omdat we zagen van hé, hey, er komt iets uit Amerika. Het kan anders, het kan anders ja. dat gevoel. Een um, beetje zodat... wereldverbeteraars. <laughs> Eigenlijk wel, hè? Ja, Eigenlijk wel. Ja, het is heel nobel. Um, nee, maar de... echt letterlijk het gevoel van het kan anders, het kan ja. mooier. Um, en voor jou inderdaad wat je zegt, niet alleen het kan mooier, artistieker, maar ook je kan de vrouw meer... Recht doen. Recht doen, ja. ja recht ja. doen. Ja, ja nee, dat snap ik wel. Hé, hey, en um, waarom willen dan met name vrouwen, denk ik, deze foto's? Waar, 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 kun je daar eens wat over vertellen? De, de mensen die bij jou komen, wat zijn hun... Bewegreden, zeg maar. Ja, die zijn, die zijn echt heel divers. En okay. wat ik vooral heel vaak merk, is dat als vrouwen niet direct een aanwijsbare reden hebben, dan zoeken ze er eentje. Ja, is dat zo? Vrouwen moeten altijd een soort reden hebben om zichzelf zoiets cadeau te doen. Oké, okay, want dan hebben ze dat misschien wel in hun hoofd zitten. Maar ja. dan vinden ze dat. Dat heeft natuurlijk ook met spanning te maken. Ja, of, het is natuurlijk. Ik merk ook, weet je, vrouwen moeten de volgen me best wel lang bijvoorbeeld op Insta al. Twee, van nou, gemiddeld twee maanden tot twee jaar of langer voordat ze zo'n ja, shoot boeken. Ja. Dus ze kennen ze je ja, goed. ik wilde het al heel lang. Ja, ja, ze kennen me ook al, ja, via social media kennen ja, ze ja. me al een beetje. Um, en, maar het is heel divers eigenlijk wel. Ik heb vrij veel vrouwen rondom bepaalde aspecten in het leven, dus ook rondom zwangerschap. Hm. Uh, 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 borstkanker. Vrij veel. Ja, yeah. En dan ja. voor het traject, na het traject. Ja. Weet je, gewoon ja. allerlei momenten in dat Echt hele live traject. Live events. Ja, best wel live events. Ja, of of uh, vrouwen die een eetstoornis gehad hebben. Ja. Of uh, ja, best wel veel redenen. Vrouwen die gewoon een mooi cadeau over hun partner willen. Ja, ook. Uh, ja. Dat gebeurt ook wel veel. Ja. Ja. Dus het is een. Uh, uh, de redenen zijn wel heel divers. Ja. Dat, maar ja, dat is denk ik wel iets waar je. Het is een heel belangrijk onderdeel, ja. een heel belangrijk element. Ja, als ik een aanvraag binnenkrijg, zeg maar, als ik een, de vraag binnenkrijg van een vrouw van joh, ik heb interesse in een boudoir shoot uh, hoe en wat, dan is eigenlijk ook mijn eerste vraag altijd wat is via de reden? Ja, Waarom ja, ja. wil je dit? Wat ja. is via de reden om een boudoir shoot te boeken? Omdat ik um, heb gemerkt dat... dat Elke vrouw heeft een reden. En of dat nu is: ik ben 30, alles is nu nog mooi, ik wil nu een fotoshoot. Ja. Of uh, ik ben 52 en ik ben nog steeds blij met mijn lijf. Of ik ben nu juist blij met mijn lijf. Dus elke vrouw heeft een reden. En ik merk op het moment dat je daarover in gesprek gaat. dan krijg je een soort spark van joy of zo. Of ja. een, uh, dan ga je op dat gevoel zitten. En dat is waarop ik wil fotograferen. Ja, en dat is natuurlijk voor jezelf. Uh, qua toevoeging aan de fotografie is dat heel fijn. Maar ik denk als, als als klant die bij jou komt, is dat, is dat juist ook wat je wat je hoopt misschien Ja, wel, ja zeker. Ja. Dat je niet alleen maar van nou ga maar liggen met die hakken op het bed. Ja. En dan <laughs> nou ja, niks te nadelen daarvan. Want er zijn ook mensen die dat willen. Ja. Maar ik denk dat inderdaad zeker de mensen die natuurlijk jouw fotografie gezien hebben, boudoirfotografie, uh, inderdaad ook echt hopen dat ze dan met jou daar in gesprek gaan. En dat je ja. dus echt een soort van samen die weg gaat bewandelen. Um, en blijkbaar ook veel klanten die jou al langer kennen ja. en volgen. Ja. Um, kijken hoe je dus samen dan tot iets moois kunt komen. Ja, uiteindelijk, wat ik merk met boudoirfotografie, het is niet zomaar even een gezinsshoot die je even tussendoor een keertje nee. doet. Zeg maar, vrouwen denken hierover na. Um, en het, ik wil dat het een waardevol moment in hun leven is, zeg maar zo'n soort eikpunt in je ja. leven. Uh, en ik heb ook gemerkt dat dat het ook altijd is. Maar dat wordt het alleen als we samen iets gaan doen met dat gevoel wat je hebt bij waarom je deze shoot ja. wil doen. Ja, dus het is inderdaad, die psychologische kant van het waarom ja. is gewoon ontzettend belangrijk. Ja. ja. Um, we hebben inderdaad, niet alleen maar een paar foto's maken, want ja, een beetje mooi licht, dat heb je in een half uur, uurtje, Heb je ja. bij wijze van spreken ja. dat gedaan. Maar er zit natuurlijk veel meer aan. En we hebben het nu de hele tijd over vrouwen, maar fotografeer je ook wel eens koppels of mannen? Koppels wel eens. Ja, ja dat, dat doe ik wel. Uh, soms is het dat ik bijvoorbeeld met de vrouwenfoto's doe. Uh, en dat de partner er even bij komt voor foto's. Dat ze ook foto's van hen samen willen. Oh ja, okay, ja. Uh, dat dan vooral eigenlijk. Omdat ja. ik ook in mijn communicatie me vooral richt op vrouwen. Dat is gewoon de groep uh, ja, waar ik me op richt. Ja, ja prima. Ja. Um, maar soms doe ik ook wel koppelshoots. Ja. Ja. En mannen alleen niet? Uh, nee. 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 Ja, maar daar, hadden we, dat, net, hadden, ja, daar hadden we het net over Ja, daar hadden we het net ook over. Ja, ja. Ja, nee. Ik weet dat er best wel vrouwelijke opdrachtfotografen ook zijn die dat wel doen. Ja, doet waar. Doet waar. Ja, duw, 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 duw. ja dat heet, daarom, alleen daarom zou ik van willen. Heel... <laughs> <laughs> ik heb die naam er al eens gehoord. Dus ik dacht, oh, oké. Okay. Ja, precies. Ja. Um, nee, en ik krijg gere, geregeld aanvragen ervoor, hoor, met, ja. met beeldmateriaal ook alvast oh, ja. mee. Oh god, Dus ja. ik denk dat dat ook wel de reden is waarom ik het niet zo snel zou doen, omdat ik uh, ik eigenlijk merk dat als ik al de vragen krijg van mannen voor zo'n soort shoot, dat, dat er altijd die lading achter zit. Gek is dat. Ja, ik, uh, de enige wat ik dan misschien wel zou doen, uh, ik heb ooit, die, dat is uiteindelijk nooit gebeurd, maar bijvoorbeeld van een oude bruidegom van mij, die Aha. zei van ik zou heel graag zulke soort foto's van mezelf willen. Dan ken je mensen dus Dan weer... ken ik ze al. Ja, ja dat vind ja, ik ja. een ander verhaal. Ja. Uh, en dan alsnog zou ik willen dat de partner wel in de buurt is en ja. erbij is. ja. Ja. ja, want dat is, we hadden het daar net even over. Uh, dus ja, we kunnen dat hier ook wel weer even inbrengen. Maar het, is, ja, het blijft zo'n gek uh, ding. hè? Dat het dan op de een of andere manier, nou ja, met de laatste tijd even wat leren aan uh, hoe dat natuurlijk nu gaat. Uh, we hebben natuurlijk Mark Overmars gehad met, uh, met gekke dingen. Uh, of gekke dingen, hele, hele rare dingen. Uh, en, en zo zijn er nog wel legio voorbeelden. Uh, MeToo ja. was natuurlijk een aantal jaar geleden helemaal opgekomen. Um, de, maar ik begrijp het wel dat je dat gevoel dan dus hebt als fotograaf... als je zo'n mail binnenkrijgt. Ja. Zeker als er op beeldmateriaal bij zit. Ik weet niet wat ja, voor beeldmateriaal het is. Maar... Uh, nee, ik, ik heb meer piemels gezien in de afgelopen <laughs> maanden... sinds oh, ik God. dit werk doe dan wat oh, ik uh, nee, ooit in mijn leven gezien heb. Ja, oh, ja op erg. een of andere manier vinden mannen het heel prettig... om dat soort foto's te sturen. Maar... Oh, wat, ja. okay. En, en op een of andere, andere gesprek, manier... Gesprek, maar... Ja, dit wordt er heel interessant. Ja, ja. Nee, maar op een of andere manier als boudoirfotograaf... zou je daar dan dus ook... Weet je, als, als mensen die link al direct maken... zeker ja. mannen doen dat dan dus blijkbaar toch voor mijn gevoel best wel snel. Yeah. Dan begrijp je het niet. Nee, en dan, nou ja, goed, dan begrijp je vooral, dat, weet je, dit, het kan allemaal nog. Laat ik het zo, nee, Ik vind niet dat je een, een dik ping in de consuur, even dat behouden het goederen, maar uh, je kan dat nog mooi vinden. Bij wijze ja. van, hè? prima, ja. dat is helemaal oké. Okay. Um, alleen, ik begrijp dan niet waarom ze bij jou komen. Nee, ik ook niet. Nee. Want de, 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 zeg maar de artistiekiteit... de tij, wat is dat een woord? Geen ja, woord, woord geen <laughs> woord volgens mij. Uh, ik verzin het de plekken, joh. Uh, nee, maar het artistieke gevoel wat in jouw foto zit. Um, ja, dat, dat zit. Het dat, dat is echt iets heel anders. Ja, dus, ja. Uh, dus, nou, ja. God, ja. dus mannen ook wel. Ja, uh, ja, ja nee, zeker. Ja. <laughs> ik heb er kijken of er Ja, precies. <laughs> um, maar dus voornamelijk vrouwen, ja. daar richt je eigenlijk ja. op. En dan uh, kan het zijn dat er uh, koppels uh, ook zijn. Ja. Um, een van de redenen die, wat ik hier nog even had opgeschreven, dat is misschien wel leuk om het even over te hebben. Want uh, hè, waarom willen vrouwen dit soort foto's dan, dus met name vrouwen? Misschien koppels. Um, het is een tastbare herinnering. Hè? Dat is ja. wat jij graag ook wel wilde overbrengen. Dat ja. je, hè? Hoe zit dat voor jou? Een tastbare herinnering? Um, nou ja, eigenlijk waar we het net over hadden. Het waarom, zeg ja. maar. Vrouwen hebben altijd een reden waarom ze zo'n soort foto's... Uh, nou ja, meestal een reden waarom ze zo'n soort foto's doen. Er zijn ook wel eens gewoon vrouwen die zeggen... Ik wil gewoon een mooie foto van mezelf. Ja. Kan ook, ah, is ook. is ook een reden. De, ja, uiteindelijk ja, is ook uiteindelijk een reden. Ook ja. Een reden. Ja. ja, maar het hoeft niet altijd heel diep en nee, eh, moeilijk precies. te zijn. Zeg nee. maar. Dat is niet altijd. Maar ik wil wel dat, dat zo'n soort... Photoshoot, wat je niet zomaar 1, 2, 3 doet, um, dat moet wel een moment zijn, zeg maar. Ja. En ik, uh, ik geloof niet in digitale fotografie. Dus ik. Ja, je bedoelt lever wel, uh, uh, altijd albums, prints. Ja, precies. Dus zo. Ik, ik richt me heel erg op die tastbare herinnering, zeg ja. maar. Echt op, op een product wat je dan uiteindelijk hebt. Ja, dat het niet is van je hebt nu een leuk achtergrondje voor je telefoon. Nee, precies. Um, of je partner heeft dat nu. Ja. Maar echt, echt iets waar je. Nou ja, Wat je een plek kunt geven in je leven, letterlijk ja, en figuurlijk. Zo. Ja, een foto aan de muur, in je ja. slaapkamer of, of nou ja, goed, in de woonkamer als je dat wil. Ja. Um, uh, maar inderdaad echt een tastbaar iets. Ja, oké. Okay. Nou, dat snap ik wel. De, de, ik denk dat dat ook... Um, um, dat is denk ik ook, ook wel onze filosofie. Je, van jou nog veel meer dan van mij overigens. Maar uh, met bruiloft is dat hetzelfde. Ja. Huh? Ja, ik denk we, we zijn straks een soort de generatie die het meest gefotografeerd is, maar waar het minste van overgebleven yeah. is. Yeah. Um, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat we onze foto's afdrukken. En ik denk dat yeah. we heel vaak, als we fotoshoots aanbieden, met bruiloft is dat we anders doen we heel vaak wel een album erbij. Yeah. Uh, maar met gewone fotoshoots is het heel vaak van nou leuk, foto's, je hebt hele mooie professionele foto's laten maken. Yeah. Daar krijg je dan een hele mooie online gallery <laughs> en van. En succes uit. met je kruidvat en je, ja, je hema printjes. En, dat. en of er gebeurt niks mee, nee. of het is lelijk kwaliteit. Eigenlijk leveren we een soort een half product ja. en um, dat wilde ik met boudoir sowieso echt niet doen. Dus nee. ik, ik ben ga wel nu echt gefocust op albums, op prints. Uh, gewoon echt een tastbaar Echt zorgen product. dat er iets overblijft. Ja. Nou ja, weet je, bedoel uh, als ik kijk naar mijn eigen... Kids. Um, en ik heb nu net weer uh, sinds een maandje een nieuwe telefoon. Het schermpje was natuurlijk weer eens kapot gevallen zoals dat gaat. <laughs> uh, maar goed, ik heb dan nu een iPhone 13, uh, mooie camera. Uh, weet je wel, erin kan je goede foto's mee maken. Um, als je weet hoe je met licht moet omgaan. Ja, precies. <laughs> um, maar um, uh, ik schiet natuurlijk de hele dag door van die meiden van mij uh, foto's. Um, en je merkt gewoon dat je... Ik zat laatst te kijken. Hij had de iCloud weer overgekopieerd. Er staan 14.000 foto's op, op mijn telefoon. Ja. ja, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus ik print ze ja. geregeld. Ja. Um, en wij hebben zo'n... Uh, volgens mij heb ik dat in een andere aflevering ook wel eens gezegd. Maar ik heb, wij hebben zo'n uh, zo keurkwand. En uh, daar, daar prik ik ze gewoon op. En dan eens in zoveel tijd doe ik een nieuw setje prints. Dat hoeft helemaal niet per se mega hoge kwaliteit te zijn. Maar het is in ieder geval iets ja. um, dat ik dat af en toe op kan prikken. Ja. Dus uh, nee, tastbare herinnering. Dat was heel goed. Hey, um, het gaat alweer hard in de tijd, zie ik. Uh, dus laten we even kijken waar we even zijn. Even. Uh, praktische dingen. Um, ja, dat is natuurlijk wel leuk om even een beetje over te bespreken van hoe gaat dat nou eigenlijk zo goed? Ja. En, en wat voor dingen? Ja, wat heb je nodig? Uh, waar, wat zijn locaties? Ja, kun, kun je daar eens wat over vertellen hoe je dat soort, Hoe pak jij nou, wat is jouw stappenplan? Als ik een aanvraag binnenkrijg van een klant, dan ga ik altijd eerst even bellen. Even gewoon even kletsen. Dat... Even levelen. Even, even levelen. <laughs> Even socializen. Nee, maar gewoon even bellen. Of ik stuur inderdaad een mailtje met wat basisinformatie. En ik doe eigenlijk altijd een kennismakingsgesprek van tevoren. En, en, en bij, jou, bij jou thuis? Het liefst bij mij thuis. Ja, ja, ja. omdat ze dan die producten direct kunnen ah, zien. Ja, ja. Uh, maar goed, uh, zeker de afgelopen periode zijn we steeds meer gewend geraakt aan beeldbellen. Dus ja. ook wel vaak online. Ligt ook een beetje aan waar iemand vandaan komt. Uh, maar het liefst bij mij thuis. En uh, dan kletsen we. En dan maken we een plan. Wat voor soort foto's gaan we maken? Uh, maar ook wat. Hoe. Wat wil je uiteindelijk gaan doen met de foto's? Ja. Uh, hoe werkt het? Dat zeg maar echt kennismaken. En ik heb gemerkt dat het heel fijn is. Dat als je dan de shoot inplant. en je gaat shooten. dat dan. Je kent elkaar al. Ja. Dus dat fotografeert ja, is veel belangrijk. fijner. Ja. Het is voor mij veel fijner. Want ik heb gewoon minder stress over wie heb ik tegenover me. Maar ja. het is zeker voor een. Degene die voor de camera staat, is dat natuurlijk veel. Oh, sorry. Veel prettiger. Hè? <laughs> Laat, daar zijn we allemaal piepen in orde. <laughs> ja. Excuus. Um, en dan hebben we de fotoshoot. En dat uh, kan bij vrouwen thuis. In ja. principe uh, doe ik dat vrij veel. Uh, iedereen heeft een raam. En heel ja. veel meer heb ik niet. Nodig. Ja, want dat is dan wel even dat, dat, dat we snel even een vraag over. Um... Dat hoor je met Bradoft ook wel. Uh, dat mensen dan denken van, oh god, ja jeetje, uh, ons huis, drie kids. Het is, het, liggen open, klein, rommel, het is heel klein. Is ja. natuurlijk ook zo. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. Uh, nou ja, goed, uh, drie kinderen hier thuis ook. Dus overal ligt uh, zooi. Maar als fotograaf kijken we daar natuurlijk toch wel ietsje ja. anders naar. Zeker ja. omdat we wat donkerder ook fotograferen. Ja. Ja. Kun je natuurlijk best wel makkelijk uh, op dat licht focussen. Op zo'n uh, hoog, hoog lichtpunt. Ja. Ja. Um, en dan wordt de rest gewoon donker. Ja. Ja, precies. En, Moet je dat uitleggen aan mensen? Kun je mensen dan uh, meenemen in dat verhaal van het kan bij je thuis? Ja, ja, zeker omdat ik heel veel voorbeelden kan laten zien. Zeg ja, maar, van, ja, nou, dit ja. is gewoon bij iemand in... Ik maak foto's soms op een babykamer. Omdat het licht daar heel mooi ja, is. Ja, of ja. op die hele rommelige zolder. Ja. Ik heb pas een hele fotoshoot gedaan. Die vrouw die had een hele slaapkamer. Die had ze helemaal mooi opgeruimd. Het was helemaal clean en alles. <laughs> gaan we niet maar doen? <laughs> het licht was heel ingewikkeld. Dus ik dacht, oh, heb je nog andere plekken? Uh, en uiteindelijk, de zolder was echt een, ja. een bende. Ja. Um, maar daar hebben we de hele fotoshoot gedaan. En ja. hebben we echt hele mooie foto's kunnen ja. maken. Dus oh, joh, ja. ja, het maakt voor mij niet zo heel erg uit. En uh, wat ik merk is dat vrouwen het prettig vinden als het bij hun thuis is. Want dat is de plek waar zij op dus, uh, de gemak zijn. vrouwen ja. Ja. Dus ik kom dan op bezoek, dus dan voelt het ook al veel minder als ja. oh, ik moet model gaan staan. Of weet je wel, dan wordt het gewoon een. Ja. Dan gaan we gewoon samen kunst maken. Zo. Je samen iets moois doen. Ja. Ja, echt schrijven met licht. iets, iets, ja. samen iets moois. Maar en, uh, het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat mensen zeggen van nou, we willen uh, weet ik het wat, een hotelkamer. Ja, uh, een, dat dan. heb ik niet heel vaak. Hotelkamers. Nee? nee, ik denk ook niet dat het heel erg past bij nee, mijn vorm dat, van fotografie. Okay. Ja. Uh, wat ik wel ook heb, is dat ik uh, drie à vier keer per jaar een soort fotoshoot-event-dagachtig iets organiseer. Okay. Dan doe ik maximaal drie shoots op één dag. Dat is wel echt de max, heb ik gemerkt. Yeah. Uh, en dan huur ik een locatie af. Ah. En dan kunnen vrouwen kunnen een plek op die dag in boeken. En dat Just. is dan gewoon wel een complete shoot. Dus is dus niet een van de mini-shoot achtig. Half uurtje tussendoor <laughs> gauw trek je kleer uit, uit op de foto kleer, klaar. Kleer uit liggen <laughs> nou. En, uh, <laughs> nee, ik heb wel met elke vrouw ook gewoon uh, contact vooraf Dat hele verhaal. Ja, dat, ja, ja precies. precies. Ja. En dan voordat we gaan shooten, kletsen we even en uh, relaxen. En dan gaan we kijken wat voor setjes heb je. Wat wil je aan? Of niet? Of wel? Nou ja, ja. dat en dan gaan we beelden maken. Beelden maken. Mooi en dan wel. twee weken na de fotoshoot komen ze langs om de beelden te bekijken en de producten ja. uit te kiezen. Ja, want dat is een belangrijk ding ook weer. Nou ja, god, dat hoort dan even weer bij die tastbare herinnering. Maar je wilt dus heel graag dat mensen wel bij jou dan weer komen, toch? Ja. Om te gaan kijken. Ja. Samen ja. kijken. Ja. Ja, ze komen bij mij langs om alle foto's te bekijken. Ja, ja mooi. Uh, ik vind dat een heel mooi concept. Ja, het is, dat is eigenlijk het allerleukste moment van alles. Ja, 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 omdat het zo fantastisch is en altijd heel spannend natuurlijk. Ja. Want dan heb ik voldaan aan de verwachtingen. Vinden ze het mooi en uh, Vinden ze het echt uh, mooi. Ja, en, ja, uh, ja. Uh, maar goed, tot nu toe altijd alleen maar fantastische ervaring geweest. <laughs> gelukkig. gelukkig. Um, en vrouwen, het is gewoon heel tof om te zien dat ze dan voor het eerst hun foto's zien. Ja, dus ja, het is ja. ook weer een moment wat je samen deelt. Dat ja. vind ik heel vet. Het is wel een emotioneel moment misschien, denk ik. Ja, dat voor vrouwen. Ja. 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 Zeker uh, als het heftige redenen zijn waarom ja. ze ervoor gekozen hebben. Ja, en soms ook juist als het niet zo is dat ze heel erg verrast zijn door wat ze zien. Door het hoe mooi ze is. eigenlijk ja. zijn. Ja, ja, ja. precies. Ja. ja, dat is natuurlijk wel ontzettend gaaf. Ja, ik kan, daarom zeg ik, het concept vind ik heel mooi. Ja. Um, omdat bij het thuis. Uh, te doen, ja. ja, precies. Ja. ja, En we kiezen dan ook meteen uit, weer een album uitgeroot. En ja. gaan we meteen bestellen. En dan kun je gewoon, ja. dan heb je heel snel je producten al ja, in handen. Ja, ja. Dus dan heb je echt die foto's al. Ja. En zit je uh, helemaal in het moment ook. Om, ja. ja, dat voelt natuurlijk fijn. Ja, oh, wat leuk. Wat leuk. Hey, um, uh, praktische zaken. Nog even heel snel. Mm -hmm. Ik zit weer nou, even naar mijn outline te kijken. En naar de tijd. Yeah. <laughs> en naar de tijd. Ja, we, <laughs> hebben nog, uh, nee, we hebben nog iets meer dan 10 minuten. Dus kom maar goed. Um, Lichtgebruik, daar zei je net al even iets over. Ja. Um, hè? Je hebt een, altijd een raam. Ik, ik, uh, eh, ik ben toevallig laatst ook op een zolder geweest bij iemand thuis. Dat was uh, dan een uh, uh, newborn shoot. Dus uh, echt iets heel anders. Um, overigens vouw ik dan de babytjes niet in, uh, in een mandje. Dat is ook niet mijn stijl. Nee, uh, nee, nee is helemaal mijn stijl. Maar dan gaan we gewoon ook iets moois doen. Um, in dit geval was het lekker in badje gaan. Maar dat was precies uh, hetzelfde idee. Weet je, zo'n hele lelijke zolder, denken ja. mensen dan. Wat gaan we helemaal niet doen? Maar dan één dakraam. Ja, nou, badje eronder. Klaar. Ja. Weet je ja. Top, alles mooi donker eromheen. En dan dat kindje prachtig uitgelegd. Maar lichtgebruik dus. Ja. Uh, ja, dat dus. Dat dus. Ja, ja. goed uitgelegd. Oké, okay, tof. graag gedaan. <laughs> <laughs> Kunnen we door? Uh, uh. Nee, maar wat voor mij belangrijk is met boeddhieu-fotografie en lichtgebruik, uh, is dat ik het licht ook echt gebruik. Als ja. in, uh, Ik heb heel veel geleerd over poseren en vooral poseren in beweging. Dus ik laat ja. niet vrouwen in één pose of nee, krant op het nee, nee. liggen of staan of iets. Maar ik zorg altijd dat er een bepaalde beweging is. Oei, en, ja. Uh, ik gebruik het licht wat er is, gebruik ik op zo'n manier dat het ja, het mooie van de vrouw versterkt. Echt een versterkt. Ja, ja dat is ja. uh, En dat ja. je, dat je ik, ik ben, ik doe vrij veel naaktfotografie ook in okay. mijn boudoirfotografie. Ja. Dus uh, meer denk ik nog dan andere boudoirfotografen. Uh, maar dan het... Moet altijd wel ook suggestief naakt zijn. Dus yeah. niet alles vol in beeld. Maar er moet wat aan ja. de verbeelding over, overblijven. En ja. dat is mooi als je dat in schaduw kan doen. Ja, ja juist inderdaad. Uh, ik kan me wel wat foto's van jou herinneren dat je dan uh, de vrouw op de rug ziet. Maar ja. inderdaad geen. Uh, geen BH aan, weet je, of net van de zijkant, dat je, ja, heel oneerbiedig, noem je dat een side boob volgens mij, ja, ik weet niet ja. hoe dat, ik, ik, weet of ik dat anders zou moeten zeggen. <laughs> <Ik weet het laughs> als, ook niet. als nu allemaal vrouwen heel uh, sorry, ik weet, ik, weet, ik ken er geen andere naam nee. voor. Maar, uh, maar dat is heel precies wat je zegt, suggestief naakt ja. is natuurlijk dan heel mooi, en dan wat donkerder um, inderdaad, in de schaduw, het ja. ja, het geeft een soort van sfeer, krijg je Ja, dan. ja kaarsen, misschien Kun je even daar nog iets. In doen? Ja, doe ik soms ook wel eens. Ja, het is ook, maar het, ik ben redelijk uh, go with the flow zeg maar. Dus okay. uh, als ik inderdaad in een ruimte ben waar het heel donker is en, en er zijn kaarsen of iets, dan kan het zijn dat ik dus ja. inderdaad kaarsjes uh, ja. ga gebruiken. Maar het is dus eigenlijk inderdaad altijd wel donker. Het is niet, uh, we gooien de gordijnen open en uh, uh, vol in het licht. Uh, heel soms wel. Heel soms. Ja, ja, soms vind okay. ik ook. Ja, ik denk als je mijn insta bekijkt, dan heb ik ook wel. Soms beelden ja. waar juist veel licht is. Okay. Uh, maar dan altijd wel gericht licht. Uh, yeah. Dus het komt altijd wel van een kant yeah. vandaan. Um, dus het, het is wel iets meer een mix geworden tussen dat, dat wat donkerder en ook wel wat lichter. Okay. Uh, maar ook dan nog wel uh, suggestief. Ja. Precies. Ja, ja, want dat lijkt me dan. Dat is dan nog moeilijker bij Ja, maar goed, iemand kan een arm voor een borst houden. Of, ja, zeg maar, ja, precies. Ja. of, of een been omhoog, waardoor je niks ziet. Het kan natuurlijk een soort van intro van de shoot zijn. Of zo ja. de wijze van waarbij ja. iemand nog een mooie uh, lingerie is. Lingerie. Ja. Oh, mooi ja. woorden, jongen, weet je. Um, <laughs> <laughs> maar nee, dat kan natuurlijk, dat, ik kan me dat zo voorstellen ja. dat dat dan een soort van intro is. Um, ik heb ook nog opgeschreven. Um, wat is er nodig om iemand op zijn gemak te stellen? En dan hebben we het natuurlijk net gehad over dat je elkaar moet leren kennen. En dat is een bekend verhaal voor mij ook, voor bruiloften. En ik denk inderdaad voor boudoir, omdat dat zo intiem is, is dat nog wel belangrijker. Ja. Maar goed, dan komt die dag. Dan is het een moment daar. Dan gaan we dat doen. Dan moet je je kleren uit. Of je moet je, weet ik het wat. Uh, dan zijn ze gespannen. Ja. En ik zeg altijd uh, op bruiloft, als ze de fotoshoot moeten doen. Nee, joh, dat doen we zo laat mogelijk. Heb je mooi licht en heb je een wijntje op en je ook ja. wat rustiger. Ja. Hoe werkt dat dan met een shoot? Ja, doe ik geen wijntje. Nee, dat niet. Nee, nee, nee ik doe nooit. Uh, nee, nee maar de gegeven. klanten of jij ja, niet? Uh, allebei niet. <laughs> allebei niet. <laughs> <laughs> ja. Oké, <Okay, nee>, prima. <laughs> nee, ik heb er serieus wel over nagedacht. Want ik weet ja, dat er ook eens is dat, dat mensen wel bijvoorbeeld een wijntje even lekker drinken. Maar ik, ja. wil, ik wil gewoon. Ik wil niet Lucht, ergens de, het idee wekken dat mensen een soort. Uh, alcohol moeten drinken voordat ze dit kunnen nee, doen. Nee, zo. Nee. nee, ik garandeer altijd wel gewoon dat de eerste paar minuten ongemakkelijk gaan zijn. Ja, ja. Onverarmend. Gewoon... Ja. Ik, uh, ik denk dat een van de dingen wat, uh, waarom vrouwen bij mij vaak terechtkomen, of dat hoor ik in ieder geval vaak, is, ik ben op mijn social media bijvoorbeeld voor boudoirfotografie, ben ik heel kwetsbaar, ben ik gewoon echt wie ik ben. Yeah. Uh, ik heb het afgelopen half jaar gekampt met een behoorlijk heftig huidprobleem, daar heb ik gewoon alles over gedeeld en mezelf laten yeah. zien. En ik merk dat dat heel erg drempelverlagend is ja. als in ik ben gewoon wie ik ben. Dus. Ja. Wat ik heel vaak hoor als ik bij vrouwen dan thuis kom voor de fotoshoots, dat ze zeggen, ja, maar ik heb het gevoel dat ik je al ken. Ja, dus ja, ja. dat het is een is... soort voorwerk dus. Ja, ja ergens wel. Maar op, niet met het idee van ik doe voor. Nee, want ik merk dat ik daardoor bijvoorbeeld social media veel leuker vind ook. Ja. Omdat je echte ja. gesprekken hebt en echt in contact ja, komt met mensen. Ja, uh, openheid en eerlijkheid. Ja. En dan, 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 dat zeg ik ook wel vaker inderdaad, als je jezelf laat zien, dan durven mensen natuurlijk ook. Ja, ja. nou dat merk ik. Ja, ja en ik, en uh, gewoon een simpel ding als ik begin gewoon met één standaard pose waar ik altijd mee Beginnen waarvan ik weet dat kun je van door ontspannen en relaxen. Ik vraag of ze zelf een playlist oh, aanmaken. Je op hun hoofd <laughs> Hoe een soort yoga pose. Een soort yoga. Ja. Zij is zo druk met dat poseren, <laughs> dat de rest doet er allemaal niet meer toe. Ja. Nee, het is een pose dat ze op bed liggen, eigenlijk. Okay. En dat is een pose waarvan ik altijd weet dat die lukt. Ja. Uh, waar ik altijd mooie beelden kan zitten. Uh... beetje de safe shot waar niet een gezicht op staat, omdat het gezicht vaak verkrampt is in het begin ja. en pas later wat losser wordt. Ja. Uh, ik laat in het begin vaak ook wel wat beelden van de achterkant van mijn camera zien. Zodat mensen zien van, oh, oh, dat, dat, is, goed. oh dat is het idee. Ja. Uh, omdat mijn voor- en nabeelden, nabewerking niet heel veel verschillen, nee. zeg maar. Uh, dus ik laat vaak wel ook al beelden zien. Ja. Uh, om, en heel vaak krijg ik dan een reactie van, oh wauw. Oh. Ja. Oh. Maar het is natuurlijk, nou ja, om daar even op in te haken. Het, het, het is natuurlijk ook zo dat onze ogen heel anders werken dan een camera. Ja, het, met name in het dynamisch bereik. Ja. Eh, onze ogen die hebben, geloof ik, nou ja, allemaal technische termen nu. Maar die hebben 30 stops uh, aan dynamisch bereik. En een camera, full frame camera, tussen de 12 en de 15. Ja. Uh, dus dat betekent dat uh, wij kunnen heel goed detail onderscheiden in schaduw en hooglicht tegelijk. En een camera kan dat niet. Nee. Dus er is altijd een keuze die je maakt als ja. fotograaf. Ja, en, en ik maak altijd de keuze dat de schaduwen donker zijn yeah. en de hooglichten. Precies, want goed. dan denken mensen van, oh god, en dan zie je elke ja. pecor of nee, zo. Maar, weet dat, ik. maar dat is het dus helemaal niet nee, zo. Nee. nee. Dus dat, is, dat werkt heel goed om ja, eens een beetje heel goed. in het begin te laten zien hoe, uh, hoe het er dan uitziet. Ja, en oh, okay. ja, op een gegeven moment laat ik het niet meer zien, want ik wil ze ook nog verrassen. Ja, tuurlijk. Ja, nee, heel goed. Ja, dat snap ik wel. Um, ik zit even. Te kijken. Ja, dus wat is er nodig om iemand op zijn gemak te stellen? Dus dit zijn een beetje de dingen. En muziek ja. noemde je. Ja, muziek. Werkt ook. Goed. Heb je dan zelf een playlist of nemen mensen zelf wat mee? Uh, ik vraag altijd of ze zelf muziek willen opzoeken waar ze zich relaxed bij voelen. Ja. En anders heb ik zelf Oefen. ook een playlist altijd. Ik stuur, ik stuur als mensen maar geboekt hebben, stuur Coenen ik een met soort. <laughs> ja, ja je weet het niet. <laughs> ik weet niet waar mensen mee komen. Nee, um, nee Ik stuur altijd als mensen een, een shoot geboekt hebben, een soort brochure met allerlei tips en informatie. Hoe kun je je voorbereiden? Waar moet je voor zorgen? Ik zeg ook altijd: neem gewoon lekker een dag vrij. Of in ja. ieder geval een heel groot dagdeel, dat je echt de tijd hebt. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Ik neem echt de tijd. Ja. Dus uh, bij sommige vrouwen betekent dat dat ik vier, vijf uur aanwezig ben voor zo'n fotoshoot. Oh, okay. uh, sinds ik die kennismakingsgesprekken doe, is dat al minder. Omdat ja. je gewoon die tijd om elkaar te leren kennen al gehad hebt. Uh, maar uh, ik denk, we zijn een uur aan het shooten, maar ik ben sowieso altijd wel twee uur aanwezig. Ja, precies, dus het is ook het is ook niet. Um... Van inderdaad, even een uurtje, uh, uh, uurtje, factuurtje verhalen. Nee, het is, nee, het is niet. Ik kom binnen en we maken foto's en ik ben weer weg. ja. ja, nee. ja, ja. En als het niet gelukt is, dan uh, nou, het pech. En niet binnen een uur, ja, <laughs> precies. Nee, zo werkt het niet. Nee. nee, 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 maar dat is denk ik de goede filosofie. En ik denk dat dat ook heel erg past bij hoe jij het wil doen. Ja. En ook wat de beelden die ik zie. Um, en ik denk daardoor ook de klanten die je aantrekt, die zijn daar ook naar nou op zoek. Nou, ja. nou, hadden we het natuurlijk ja. in het begin ook al over, maar dat, dat denk ik ook wel ja. Hey, um, Even kijken, want ik heb dan hier nog staan, uh, wat doe je voordat de shoot begint? Zijn er dan nou ja, gesprekken natuurlijk? Hoe ga je om met klantcontact? Stuurt de klant beeldmateriaal ter inspiratie? Doe je dat? Gebeurt dat wel eens? Uh, ja, ja, soms krijg ik wel mailtjes met al soort Pinterest-achtig bord erbij van, nou, dit soort beelden zou ik willen. Heel vaak. Uh, Waarschijnlijk als... ook shoot van jezelf misschien wel. Ja, ja, precies, vaak beelden die ik zelf al gemaakt heb. Yep. Uh, en ik vraag altijd van tevoren of ze wel een soort moodboard willen maken. Uh, en dan, als ik dan langskom om te shooten of op locatie, als we dan gaan shooten, dan kijken we nog even naar het moodboard. Mm. Omdat uh, er zit best wel gewoon nuance in. Ik heb wel echt een, ik denk, een duidelijke lijn in wat ik doe qua werk. Maar er zitten ook nuances in. Zeker. Uh, waarbij de ene, uh, alleen al een heel simpel voorbeeld. Ik heb klanten die echt niet naakt willen. Ja. En ik heb klanten die echt geen lingerie willen. Ja. Dus ik vraag altijd wel om een soort moodboard te maken van: hé, hey, wat, wat voor soort beelden wil je? Wat past bij jou? En ja, waar... precies. Nou ja, en de. Uh... Wat trekt je ook het meest aan? Je hebt natuurlijk inderdaad beelden waarvan je net zei van nou ja, oké, okay, weet je, met gezichten zijn in het begin verkrampt En dat wordt minder, dat geloof ik ook zeker. Maar er zijn misschien mensen die dat helemaal niet willen. Die nee. gewoon puur echt alleen maar dat hele suggestieve, subtiele, ja. subtiele ja. Uh, lijnen en dat soort dingen willen. Omdat ze het bijvoorbeeld aan de muur willen hangen ja. in de woonkamer. Ja. Nou, ik krijg wel. Het is heel vaak dat mensen een beeld willen. wat ze in de slaapkamer op willen hangen. Ja, en ja. dat is vaak een beeld inderdaad. waarbij je niet ziet dat zij het zijn. maar ja. waarbij het ook gewoon. dat als er iemand binnenkomt waarbij ze niet per se. er is opeens een bouwvakker die moet die raam zetten de in de kamer. slaapkamer. Ja, dan is het niet. oh, dat ben jij. Nee, dan is het gewoon een kunstwerk. Ja, dat. En ik zou. Maar dat, is, dat ben ik zelf, als ik dan zelf elke avond voor mijn eigen gezicht ja, van. Zou nee. ik ook niet heel vrolijk van worden. Nee, precies. Maar goed, iedereen is daar weer anders in. Um, dus oké, okay. dus mensen sturen wel het beeldmateriaal te inspiratie ja. en dan ga je daar samen naar kijken hoe, ja. je dat, uh, hoe je dat gaat invullen. Eens even kijken: want dan komen we er bijna. Ik denk dat we eigenlijk uh, de wekker gaat bijna af. Maar ik heb nog, nog twee dingetjes: en één hebben we al wel een beetje besproken. En één, denk ik wel interessant om nog even te horen ook. De allereerste is, waar ligt jouw grens? We hebben het net een beetje over gehad natuurlijk. Maar ja, waar ligt jouw grens qua beelden die je wel of niet zou willen schieten? Um, voor mij uh, ligt de grens bij vrouwen. Um, weet ik niet of ik direct een hele sterke grens heb. Het moet niet seksueel zijn. Dat ja, is het. Ja, uh, Sensueel? Sensueel, ja. helemaal. En, en ook die energie mag best prima. Ja. Um, maar de, het, 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 ik ga geen soft porno maken. Nee, 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 nee precies. Ja. Um, dus dat is echt in, in samenspraak, dat je ja. da daar grenzen in bepaalt. Nou, heb ik weinig klanten die daar overheen zouden willen gaan. Hoor. Niet, eigenlijk. Nee. Niet. Uh, maar bijvoorbeeld met koppels heb ik een hele duidelijke grens. Als in, ik wil dat de man zijn onderbroek aanhoudt. Ja. Ja, ja, ja. uh, dat is voor mij gewoon een hele duidelijke grens. Ja. Um, en ook daarin, er mag natuurlijk sensuele spanning... Ja. Als ik al een koppel vastleg, is dat vaak de reden waarom ze dat willen. Ja. Um, dus dan wil je die spanning op de foto. Dus dat, ja. dat vind ik ook helemaal prima. Maar er zet, daar zit wel een grens aan. Ja, precies. Uh, geen seksuele handelingen. Nee. Als het verder uh, gaat, jongens, dan uh, hebben we de foto's. En dan, dan ga ja. ik naar huis nu. Ja, precies. <laughs> ik denk dat ik het erop heb. Volgens mij heb ik het wel. Ja, ja nee, ja. dat snap ik heel goed. Hé, hey, en dan zijn we er overheen. Maar deze vraag kan ik niet niet stellen. Um, heb je zelf wel eens van dit soort foto's laten maken? Oh ja, interessant. Uh, nee, nooit laten maken door een ander. En okay. eigenlijk met niet door een ander? Niet door een ander, nee. Wel door uh, jezelf? Ik maak wel regelmatig zelfportretten, ja. Oké, okay. en is dat dan oefening of is dat dan ook echt voor jezelf? Echt voor mezelf, okay. ja. Echt, uh, ik merk ook dat het altijd op het moment is dat ik uh, of misschien juist helemaal niet lekker in mijn vel zit, of ja. wel lekker in mijn vel zit en dat gewoon even wil vieren. Ja. Uh, maar het zijn vaak wel echt momenten, okay. ja. Oké, wat mooi. En dan nog de laatste. Zou je dat wel eens door iemand anders willen laten doen? Of vind je, is dat... Um, ja, maar ik heb gewoon nog niet de fotograaf gevonden... waarbij ik echt zoiets heb van... Nou, ik wil echt heel graag dat die dat gaat doen dat van mij. Ja, want ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, precies. Ja, ja. Dat maakt echt de uh, wereld van verschil. En dat is ja. wat je zelf ook probeert uit te dragen. Ja. Ja. Naar de klanten die, waar jij mee werkt. Ja, precies. Ja. Spannend. Nou. Wie weet vind ik hem nog een keer. Ja, of haar. Hem weet, of haar, haar. Ja. hem of haar. Ja. Ja. Hem of haar, ja. Ja. Hem of haar, ja, ja. haar. kan twee kanten op. Hé, hey, uh, ja, volgens mij uh, hebben we hem erop uh, staan. Ik uh, ga nog heel snel even kijken of er nog uh, dingetjes zijn. Maar uh, ik geloof het niet. We hebben net uh, drie uur, moet, uur gehad om voor te bespreken. Dus <laughs> volgens mij... Uh, <laughs> volgens mij ben je, <laughs> je, je bent hier al bijna een hele dag inderdaad. Nee, uh, volgens mij zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, Naomi, Top. ik wil je onwijs bedanken. En jij um, Nog even de luisteraar bedanken. Want ik, uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Um, wil je nou op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Volg dan uh, de podcast uh, door op volgen te drukken in het Spotify overzichtsscherm. Met alle afleveringen. Uh, dan krijg je gelijk een berichtje als er een, uh, een nieuwe aflevering beschikbaar is. Bij Google en Apple kan je ongetwijfeld ook zoiets doen. Um, ik wil je graag bedanken voor het luisteren. Um, in deze aflevering, 30 Minuten Met, sprak ik met Naomi van de Kraan. En we hebben het gehad over boudoirfotografie en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik hoop dat je wat van hebt geleerd. Uh, heb je nog feedback? Laat het zeker even weten. Ook als je alleen hebt geluisterd, um, dan kun je dat ook laten weten. Vind ik hartstikke leuk. Je kunt mij bereiken op uh, shoot.fotografiebeginner.nl uh, Of via de Facebookgroep natuurlijk. Als je daar nog geen lid van bent, doe dat zeker ook nog even. Bedankt voor het luisteren en een ontzettend fijne dag nog. Uh, tot in de volgende aflevering. Mijn naam is Sjoerd. en dit was de Fotografie Beginner Podcast.